Goedendag, mijn naam is Michael Reumerman en ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC. En namens Recipe Farmacotherapie bieden wij u de college reeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. En in dit deel, deel 13, gaat over het cerebrovasculaire infarct. In deze inhoudsopgave ziet u waar het cerebrovasculaire infarct staat in verhouding tot de andere delen van deze college reeks. Laten we eerst eens gaan kijken naar wat het cerebrovasculair accident precies inhoudt. Binnen het cerebrovasculair accident kennen we drie verschillende uitingsvormen. We hebben een TIA, wat eigenlijk betekent dat er een tijdelijke verstopping is van een van de bloedvaten van de hersenen. Maar deze klachten komen spontaan op en zullen binnen 24 uur verdwenen zijn. Vervolgens hebben we een herseninfarct, waarbij een stolsel ontstaat. In tegenstelling tot bij een TIA zijn de klachten niet binnen enkele uren verdwenen. En aan de andere kant hebben we een hersenbloeding, waarbij een bloedvat kapot gaat. Waarbij iemand vergelijkbare symptomen kan hebben als bij een herseninfarct. Maar de oorzaak is dus enorm verschillend. Waar wij het vandaag over zullen hebben is de TIA of het herseninfarct. We gaan het niet hebben over de hersenbloeding. Als we gaan kijken naar cerebrovasculaire infarcten, dan weten we dat ongeveer 70% van alle infarcten worden veroorzaakt door atherosclerose, dus door vaatverkalking. 15% van alle cerebrovasculaire infarcten worden veroorzaakt door hartziekten, waar onder andere atriumfibrilleren het grootste deel van uitmaakt. Als we dan gaan kijken naar wat het doel is van de behandeling van een cerebrovasculaire infarct, dan kunnen we verschillende fases onderscheiden. De acute fase is namelijk op het moment dat er een propje zo ontstaat. En we willen eigenlijk voorkomen dat de verdere ischemie van het brein gaat ontstaan. En daarom is ons doel dan ook het voorkomen van die verdere toename van de ischemie van het brein. En daarmee de schade en overlijden zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast hebben we nog secundaire preventie. Secundaire preventie is met name het verlagen van het cardiovasculaire risico en het voorkomen van verdere micro- en macrovasculair lijden, waaronder hart- en vaatziekten, en dan ook het voorkomen van het cardiovasculair overlijden. Nou, aan de hand van deze twee therapeutische doelen kunnen we ook een aantal mogelijkheden aankaarten. En de acute fasebehandeling, dat is dan met name de reperfusietherapie, en de chronische behandeling is dan meer de secundaire preventie die we kunnen onderscheiden. Laten we eerst eens gaan kijken wat we voor de reperfusietherapie kunnen doen. De reperfusietherapie die onderscheidt zich eigenlijk in twee verschillende vormen. Aan de ene kant hebben we de trombolyse en aan de andere kant hebben we de endovasculaire trombectomie. Bij de trombolyse dan dienen we intraveneuze trombolyse toe, vaak in de vorm van alteplase. En aan de andere kant hebben we de endovasculaire trombectomie en daarmee proberen we de trombus die ontstaat in een van de bloedvaten weg te pakken en uit de bloedvaten te krijgen, waardoor de perfusie van het brein weer verder gaat. Naast die reperfusietherapie hebben we nog de secundaire preventie. En die secundaire preventie die onderscheidt zich in een aantal categorieën. In eerste instantie moeten we gaan kijken naar de leefstijl die we moeten optimaliseren. Daarnaast moeten we gaan kijken naar antistolling of antistelping. En daarnaast ook de cholesterolverlaging. En als laatste moeten we ook gaan kijken naar het verlagen van andere risicofactoren. Laten we eerst eens gaan kijken naar stap 1, namelijk naar de leefstijl. En over de leefstijl bij een CVA is vrij veel bekend. We weten onder andere dat overgewicht een belangrijke factor is bij een CVA. We weten namelijk dat elk BMI-punt boven de 25, dus boven een normale BMI, verhoogt het risico op een beroerte met ongeveer 5%. Dus als iemand een BMI heeft van 30, dan weten we dat ongeveer iemand 25% hoger risico heeft op een beroerte. Daarnaast weten we ook dat voeding een belangrijke rol speelt. We kennen voeding die een risicoverhogend effect geeft op een CVA en voeding dat een risicoverlagend effect geeft. Met name zout, natrium, geeft ongeveer 11% risico meer per gram per dag wat iemand eet bovenop de normale geadviseerde natrium intake.
Daarnaast weten we ook dat calcium, te veel calcium en rood vlees een verhogend effect geeft op het ontwikkelen van een cerebrovasculair infarct. Fruit en groenten, chocolade en een mediterraans dieet zijn risicoverlagende factoren. Daarnaast weten we ook dat bewegen een enorme invloed heeft op het ontwikkelen van een cerebrovasculaire infarct. Fysieke inactiviteit verhoogt namelijk het risico op een beroerte en op sterfte ongeveer 25-30%. En nadat iemand een CVA heeft gehad, dan weten we dat fysieke activiteit heel erg belangrijk is voor de mobiliteit, balans, cognitie, vermoeidheid en executieve functies en daarmee ook de kwaliteit van leven. Dus die bewegen is met name ook belangrijk voor het voorkomen, maar ook op het moment dat iemand een CVA heeft gehad, is die beweging extreem belangrijk voor de functies te blijven uitoefenen. Roken is misschien wel het allerslechtste voor het cerebrovasculair infarct, want we weten dat ongeveer 10 sigaretten per dag 25% hoger risico geeft op een beroerte. En dit mag je ook extrapoleren. Dus als iemand 40 sigaretten per dag rookt, heb je een 100% hogere kans op een beroerte. Dus twee keer hogere kans eigenlijk. We weten dat 1 jaar na het stoppen van het roken het risico ongeveer gehalveerd is. Dus dit extra risico is dan gehalveerd. En na 5 jaar is dit risico ongeveer verdwenen. Alcohol weten we dat voor een infarct, het voorkomen van een infarct, dat 2 eenheden voor de man en 1 eenheid voor de vrouw optimaal zou zijn. In dat je dan het laagste risico hebt op het krijgen van een infarct. Bij minder alcohol of bij veel meer alcohol weten we dat dit slechter is. Alcohol is bij elke glas echter slechter voor het ontwikkelen van een bloeding. Dus elk glas alcohol verhoogt de kans op een bloedig CVA. Drugs en dan met name de sympathicomimetica, zoals bijvoorbeeld codeïne en amfetamine, die geven een sterk verhoogd risico op een cerebrovasculaire infarct. Dat is onder andere doordat de bloeddruk verhoogd wordt, maar ook dat deze middelen cerebrovasculaire vasoconstrictie geven, waardoor een propje, als die doorschiet, eerder kan zorgen dat de perfusie van het brein helemaal niet aanwezig is. Naast de leefstijl weten we ook dat patiënten antistolling of antistelping zouden moeten geven. En daarnaast ook cholesterolverlaging als dat van toepassing is. Bij patiënten die een atherosclerotische oorzaak hebben, dan geven we patiënten clopidogrel. Indien dat niet kan, in verband met een allergie of iets anders, dan geven ze acetylsalicylzuur met dipyrinamide. Zijn deze patiënten, hebben die nou een niet-invaliderend CVA, dat wordt uitgedrukt in de NIHS-scale, mocht die nou zijn tot 3, dan kan additioneel aan die clopidogrel ook acetylsalicylzuur voor 3 weken worden gegeven in standaard dosering. Mocht een patiënt nou een cerebrovasculair infarct hebben op basis van atriumfibrilleren, dan geven we geen clopidogrel, maar dan zijn de DOACs of de vitamine K-antagonisten aangewezen. Naast eventuele clopidogrel of DOAX, moeten we ook kijken naar de cholesterolverlaging. En daar kennen we deze 3 stappen, waarbij de statine als eerste wordt aangeraden, ezetimibe of eventueel een PCSK9-remmer wordt aangeraden. Mocht u nou hier meer over willen horen, kijk dan naar een eerder deel uit deze collegereeks over hypercholesterolemie. Naast de antistolling en antistelping en cholesterolverlaging is het ook goed te kijken naar de verlaging van andere risicofactoren. En daar moeten we onder andere kijken naar hypertensie. We streven namelijk bij een patiënt die een CVA heeft gehad naar bloeddruk onder de 140 over 90. Daarbij zijn geen hele duidelijke voorkeursmiddelen gekozen. En moeten we dus eigenlijk gaan kijken naar de standaard overwegingen die bij patiënten met hypertensie spelen. Aangezien dat hypertensie bij patiënten met een cerebrovasculair infarct, hè, in het acute moment hebben patiënten vaak hypertensie, dat heeft ook een nut. We weten namelijk dat op het moment, het is namelijk een reactie van het lichaam op een propje. En de reactie is namelijk, als we er maar genoeg druk achter zetten, dan zal dat propje uiteindelijk wel doorschieten. Dat is de gedachte van ons lichaam. Nou, mocht die bloeddruk nou heel hoog zijn, dus dat er echt een hypertensieve crisis is, dan zullen we de bloeddruk wel gaan behandelen.
Mocht dat nou niet het geval zijn, mocht die bloeddruk nou lager zijn, dan zullen we in de acute fase de bloeddruk relatief hoog houden. En indien iemand stabiel is, hè, neurologisch stabiel, dan gaan we streven naar die bloeddruk onder de 140/90. En dus dat is vaak niet in de acute opname, maar enkele dagen tot weken erna. Daarnaast is het bij een cerebrovasculair infarct goed om te kijken naar de diabetes. En dan streven we naar de HbA1c-streefwaarde die we voor de diabetesbehandeling hebben afgesproken. Mocht iemand dus een cerebrovasculair infarct hebben, en met name veroorzaakt door aterosclerose, dan valt iemand direct onder de zeer hoog risicocategorie en behandelen we de patiënten dan ook met bijvoorbeeld in eerste instantie met een SGLT2-remmer. Als we dan gaan kijken naar de argumentatie voor de keuze, dan kunnen we eerst eens kijken naar die reperfusietherapie. En net als bij bijvoorbeeld een myocardinfarct is het hoe sneller de behandeling opgestart wordt, hoe beter. Immers, hoe langer het brein zonder bloed en dus ook zonder zuurstof zit, hoe meer hersenweefsel er verloren gaat. Een van de eerste opties is dus de intraveneuze trombolyse. En we weten dat dit significant het aantal mensen die overlijdt aan een CVA vermindert en ook dat het de patiënten die ADL afhankelijk zijn na een CVA verbetert. De endovasculaire trombectomie kan additioneel aan de trombolyse worden gedaan of alleen in plaats van de trombolyse worden gedaan. Maar die endovasculaire trombectomie kan eigenlijk alleen gedaan worden van de occlusie van de arteria carotis interna of het proximale gedeelte van de cerebri media. Dus die kunnen eigenlijk niet in hele kleine bloedvaatjes, kunnen die trombussen niet worden weggehaald. Nou, het kan dus gecombineerd worden met de intraveneuze trombolyse. Dus het zou bijvoorbeeld eerst intraveneuze trombolyse kunnen worden toegepast. Of als we op tijd nog zijn, kan intraveneuze trombolyse na trombectomie worden gedaan. De endovasculaire trombectomie kan voor iedereen binnen 6 uur na de start van de klachten worden toegepast. En bij patiënten die ernstige neurologische uitval hebben, wordt wel een endovasculaire trombectomie tot 24 uur na de eerste symptomen uitgevoerd. Nou, als we gaan kijken naar de veiligheid en de geschiktheid van die trombolytica, dan moeten we echt alert zijn op bloedingen. Dus we moeten patiënten die een cerebrovasculair infarct hebben, moeten we ook eerst kijken of er toch niet een cerebrovasculaire bloeding aanwezig is. Dit moet worden uitgesloten middels een CT-scan. Ja, want een acute bloeding, intracranieel of ergens anders, is een contra-indicatie. Net als bijvoorbeeld schedelhersenletsel of een eerder herseninfarct in de afgelopen 2 maanden, dat is al een contra-indicatie. Andere bloedingen of recent grote chirurgische ingrepen zijn ook allemaal contra-indicaties. En ook een te hoge bloeddruk, systolisch dan wel diastolisch, een te laag aantal trombocyten, een te laag of een te hoge glucose, zijn allemaal contra-indicaties voor het geven van trombolytica. En voor de bloeddruk, de glucose, kan dat eerst worden geprobeerd te herstellen. Ja, dus dan kan je bijvoorbeeld bloeddrukverlagers geven, glucose in de vorm van infuus of insuline om de glucose te verlagen. Pas als dit hersteld is, kunnen de trombolytica worden gegeven. Die trombolytica geven veel interacties met bijvoorbeeld andere bloedverdunners, zoals vitamine K-antagonisten. En daarvan moeten we er dan ook van uitgaan dat een patiënt met een INR hoger dan 1,6, die mogen dan bijvoorbeeld een INR hoger dan 1,7, mogen dan eigenlijk ook geen trombolytica krijgen. En dan zouden die vitamine K-antagonisten eigenlijk eerst gecoupeerd moeten worden, voordat die trombolytica gegeven kunnen worden. Hetzelfde voor de DOAX. Daar moeten we in principe de trombolyse niet geven, tenzij we dat kunnen couperen, bijvoorbeeld bij dabigatran met idarizuzumab. Of bij andere DOAX, als die gecoupeerd kunnen worden, zou dat dan kunnen. Maar alleen als we er zeker van zijn dat het antistollingseffect van die DOAX niet meer aanwezig is. Pas dan mogen we de trombolytica geven. Dus het belangrijkste bij die trombolytica is echt eerst om die contra-indicaties en interacties uit te sluiten voordat we dit gaan geven. Endovasculaire trombectomie zullen we niet te veel op ingaan, maar ook daar is er een kans op dat het ontaardt in een bloeding.
En een belangrijke contra-indicatie van deze interventie is dan ook dat je bij bloedingen dit eigenlijk niet gaat doen. En ook bij patiënten die een herseninfarct hebben gehad in de afgelopen in het stroomgebied waar je de interventie gaat uitvoeren in de afgelopen weken, willen we dit ook niet doen. Omdat die bloedvaatwanden dan best wel dun zijn en er een kans is dat je door de endovasculaire trombectomie, dus door de ingreep, een verhoogde kans geeft op een bloeding te creëren op die plek. Daarnaast de reperfusietherapie moeten we zo kijken naar de secundaire preventie. Verdeelde zich weer in drie categorieën, waarvan de leefstijl de eerste was. En ik zei al, en die leefstijl, daar is vrij veel over bekend. Het is ook belangrijk om dit aan de patiënten door te geven. Dat onder andere roken, maar ook bepaalde voeding, het gebruik van alcohol of drugs, dat de belangrijke factoren zijn die toegepast moeten worden indien die bij deze patiënt van toepassing zijn. Daarnaast is dus antistolling, antistelping en cholesterolverlaging een belangrijk aspect. Als we eerst eens gaan kijken, dan onderscheiden we, hè, dan moeten we eigenlijk weer terug naar de pathofysiologie van de aandoening. En dan zeiden we dat zo'n cerebrovasculair infarct door twee oorzaken zou kunnen worden veroorzaakt. Aan de ene kant aterosclerotische oorzaken, aan de andere kant het atrium fibrilleren. En als we kijken naar antistolling, dan wel antistelping. En we kijken eerst naar het aterosclerotische oorzaken. Hè, dan moeten we dus kijken, wat is aterosclerose nou precies? Zo'n aterosclerotische plak, daar zit cholesterol, daar is vaatwandschade. En juist die vaatwandschade die trekt die trombocyten enorm naar zich toe. En daarom is het ook belangrijk dat als er een aterosclerotische oorzaak is van het cerebrovasculaire infarct, dat we middelen gaan starten die aangrijpen op deze trombocyten. Dus dat zijn de trombocyten aggregatieremmers. Dus omdat het een vaatwandschade de oorzaak is, dat het een aterosclerotische vaatwandschade is, geven we trombocytenremmers. Aan de andere kant, als de oorzaak wordt veroorzaakt door hartziekte, zoals atrium fibrilleren, speelt er eigenlijk helemaal geen vaatwandschade, maar dan is de oorzaak gelegen in dat het bloed stilstaat in dat hartoortje. En daarom geven we bij deze oorzaken met name secundaire hemostaseremmers, zoals bijvoorbeeld DOAX of vitamine K antagonisten. Dus afhankelijk van de oorzaak van het cerebrovasculaire infarct, hartziekte, dan wel aterosclerose, wordt er een verschillende bloedverdunner gekozen. Als we dan gaan kijken naar de veiligheid en geschiktheid van bijvoorbeeld de trombocyte-aggregatieremmers, dan moeten we bij de salicylaten vooral opletten op allergische reacties, omdat het immers ook COX-remmers zijn die allergische reacties kunnen veroorzaken. Moeten we opletten op de verhoogde bloedingsneiging. Dat is eigenlijk bij alle antistollingsmiddelen het geval. Maar in het bijzonder bij de salicylaten moeten we dan nog opletten op maagzuurklachten dan wel maagulceraties. Dat heeft met name mee te maken dat die salicylaten via de remming van COX en prostaglandines ervoor zorgen dat het slijmvlieslaagje in de maag dat eigenlijk minder goed wordt opgebouwd. En waardoor iemand eerder een ulcus krijgt. En dat gecombineerd met een verhoogde bloedingsneiging is dan een verhoogd risico op een bloedend maagulcus. De P2I12-remmers en de fosfodiesterase-remmers die doen eigenlijk niks op de maagzuur, maar wel op een verhoogde bloedingsneiging. En vandaar dat dit een minder hoog risico is op een bloedend maagulcus. Bij de fosfodiesterase-remmers dan zijn er nog wel vervelende bijwerkingen van duizeligheid en hoofdpijn. Dat is onder andere de reden waarom deze middelen steeds minder vaak gegeven worden. Omdat dat vervelende bijwerkingen zijn die frequent voorkomen. Nou, mocht het cerebrovasculaire infarct komen door atrium fibrilleren, geven we dus een DOAC of een vitamine K antagoniste. Dan moeten we bij de DOACs met name opletten op de gastro-intestinale bloedingen, die vooral meer zijn ook ten opzichte nog van de vitamine K antagonisten. Omdat die DOACs eigenlijk al direct werken op het moment dat met name de stollingsfactoren tegenkomt. En dat komt er dus al tegen direct nadat het is opgenomen in het gastro-intestinale systeem. Terwijl bij vitamine K-antagonisten deze medicamenten pas werken nadat ze in de lever de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren hebben geremd. Dus die werken niet op het moment dat ze al in het maag-darmkanaal zitten. Bij de DOACs zijn met name de contra-indicatie actieve bloedingen. Dan willen we ze niet geven.
of bij patiënten die een trombocytopenie, die te weinig trombocyten hebben, of bij patiënten met kunstkleppen of maligniteiten. En die laatste twee, kunstkleppen of maligniteiten, daar weten we eigenlijk nu nog onvoldoende van of die DOACs daar nou wel goed voor werken. De kosten van de DOAC voor het pilletje zijn over het algemeen iets hoger dan bij een vitamine K-antagonist. Als je rekening houdt dat bij een vitamine K-antagonist je ook de trombosedienst nodig hebt om het te controleren, zien we eigenlijk dat de kosten niet zo heel erg veel hoger zijn bij een DOAC dan bij een vitamine K-antagonist. Bij een vitamine K-antagonist moeten we wederom weer opletten op de bloedingsrisico. En geven het niet bij een actieve bloeding of een trombocytopenie. En moeten we met name ook ten opzichte van de DOACs opletten op de interacties. Vitamine K-antagonisten geven namelijk interactie met een vitamine K-bevattende voeding. Zoals groene groenten, broccoli, spinazie. En te veel van dit soort middelen of voedingsmiddelen die zorgen er dan ook voor dat die vitamine K-antagonisten minder goed werken. Ook weten we dat vitamine K-antagonisten veel CYP-interacties hebben. Onder andere met cotrimoxazol, een antibioticum, en andere azolen, antischimmelmiddelen. Ook weten we dat vitamine K-antagonisten heel schommelend in hun spiegel zijn op het moment dat patiënten koortsende ziekte hebben. Dus sommige antibiotica beïnvloeden vitamine K-antagonisten via CYP-interacties. Maar ook het feit dat iemand koortsende ziekte heeft, zal ervoor zorgen dat die vitamine K-antagonisten niet een stabiele spiegel geven van de INR. De toedieningsvorm van die vitamine K-antagonisten is met name oraal, als in tabletten. Maar omdat de trombosedienst bepaalt hoeveel tablet je moet krijgen, kan dit nog wel lastiger zijn. Met name bij wat oudere patiënten, bij patiënten met dementie. Daarnaast moeten die vitamine K-antagonisten, althans de INR, regelmatig gecontroleerd worden, waardoor die toedieningsvorm wel iets moeilijker is. Nou, naast de antistolling en antistelping is het ook goed om te kijken naar de cholesterolverlaging. En ook hier moeten we dan weer kijken naar wat de oorzaak is van het cerebrovasculaire infarct. Als het namelijk een aterosclerotische oorzaak heeft, waarbij cholesterol een hele belangrijke rol speelt in de vorming van die plaques, dan moeten we deze patiënten categoriseren als patiënten die vallen onder een zeer hoog cardiovasculair risico. Ze hebben immers hart- en vaatziekten doorgemaakt, namelijk het cerebrovasculair infarct. Patiënten jonger dan 70 jaar, moeten dan ook extra streng worden aangepakt op hun cholesterol. Als de oorzaak niet in aterosclerose ligt, maar als het komt door atriumfibrilleren, dan weten we dat cholesterol eigenlijk geen of nauwelijks een rol speelt bij de ontwikkeling van het cerebrovasculaire infarct. Het is wel een hartziekte, atriumfibrilleren, maar het wordt niet zo gezien in het cardiovasculaire risicomanagement. Dus als een patiënt een cerebrovasculair infarct heeft op basis van atriumfibrilleren, dan moeten we het LDL naar de streefwaarde brengen op basis van andere risicofactoren die een patiënt heeft. En daardoor valt iemand niet direct in een zeer hoog cardiovasculair risico en worden vaak patiënten niet ingesteld op een streefwaarde die onder de 1,8 ligt. Voor meer informatie over de verschillende streefwaarden wil ik u verwijzen naar een eerder college over hypercholesterolemie. Realiseer je, bij een cerebrovasculair infarct door aterosclerose moet iemand harder aangepakt worden dan een patiënt die een cerebrovasculair infarct heeft door atriumfibrilleren. Naast de effectiviteit is het ook goed om te kijken naar de veiligheid en geschiktheid van de verschillende cholesterolverlagers. Dan moeten we bij de statines met name op de bijwerkingen spierkrampen en rhabdomyolyse letten. Dan moeten we ook opletten dat statines beïnvloed kunnen worden door CYP3A4 remmers, onder andere de azolen zoals miconazol, ook het antibioticum erythromycine of verapamil en diltiazem. En dit zijn sterke remmers van CYP3A4, waardoor statines, met name simvastatine, minder goed kunnen worden afgebroken tot hun metaboliet, waardoor eigenlijk die simvastatine in een hogere concentratie in het bloed aanwezig is. Tweede middel wat gegeven kan worden als cholesterolverlaging zijn de cholesterolabsorptieremmers, ook wel de ezetimibe. Daar moeten we met name opletten op de gastro-intestinale klachten. Komt met name omdat het cholesterol minder wordt opgenomen door deze middelen in het maag-darmkanaal, waardoor mensen daar klachten van kunnen krijgen. En de PCSK9-remmers worden met name gegeven bij de zeer, zeer hoog risicopatiënten. En daar moeten we met name opletten op de zeer hoge kosten die aan deze middelen op dit moment nog worden gegeven.
Naast de antistolling en antistelping en cholesterolverlaging is het ook goed dus te kijken naar de verlaging van andere risicofactoren. En dit is onder andere de verlaging van de hypertensie en de hypercholesterolemie. En daarvoor verwijs ik u dan naar de eerdere delen uit deze collegereeks die daarover gaan. Naast de argumentatie is het ook goed om te kijken naar de informatievoorziening. Wat moet een patiënt dan weten over de behandeling van deze aandoening? Benadruk bij elk consult dat een gezonde leefstijl enorm helpt bij het voorkomen van een nieuw infarct en op voorkomen van verdere complicaties. Dus met name het roken, gezonde voeding, afvallen, heeft enorm veel risicoreductie. En dat moet dus bij iedereen worden toegepast. Nou, ontraad patiënten met een doorgemaakt cerebrovasculair infarct, bijvoorbeeld oestrogeenbevattende anticonceptiva of hormoontherapie bij overgangsklachten, omdat dit een verhoogd risico geeft op een nieuw cerebrovasculair infarct. En let ook op het gebruik van vasoconstrictiva, zoals bijvoorbeeld triptanen bij migraine, die dus ook weer een verhoogd risico hebben op een cerebrovasculair infarct. Nou, mocht iemand nou geen cognitieve en lichamelijke functiestoornissen hebben, dan mag je weer autorijden na 2 weken. En dit geldt dan alleen voor personenauto's en motorrijwielen. En patiënten die geen functiestoornissen hebben, die mogen vrachtwagens en autobussen 4 weken na de beroerte weer gaan autorijden. Naast de informatievoorziening is het ook belangrijk om te controleren of het middel effectief is en of het wel goed gaat. En daarom is het altijd belangrijk om voor de start van een DOAC de nierfunctie te controleren en deze te vervolgen indien deze verminderd is. 2 weken na het start van de behandeling te controleren op de bijwerkingen. Bij neurologische stabiele patiënten de bloeddruk elke 2 weken te controleren en deze te intensiveren wanneer nodig is, waarbij we dus streven naar een bloeddruk onder de 140 over 90. En na 3 maanden konden we controleren op het LDL. Deze kunnen we dan eventueel intensiveren als iemand de streefwaarde niet heeft bereikt of eventueel iets afbouwen indien de streefwaarde overschoten is. Overweeg te stoppen met de antistolling bij patiënten die een geschatte lage levensverwachting hebben of die enorm ernstige bloedingscomplicaties hebben. Bijvoorbeeld gastro-intestinale bloedingen of een zeer hoog risico hebben op een bloeding, bijvoorbeeld urogenitaal. Verwijs deze patiënten naar de neuroloog indien patiënten recidief uitvalsverschijnselen hebben of complicaties. Dit kunnen onder andere ook epileptische insulten zijn die na verloop van tijd kunnen optreden. Of verwijs naar bijvoorbeeld een ergo-fysiotherapeut bij patiënten die cognitieve of emotionele stoornissen hebben, taal, spraak of slikproblemen hebben, of patiënten die moeilijkheden hebben met het verrichten van huishoudelijke verrichtingen, of vermoeidheid zijn of moeilijkheden hebben met het herstarten van hun werk na een CVA. Dus ik hoop u het een en ander te hebben verteld over de verschillende vormen van een CVA, met name gefocust op de pathofysiologie. Waarom heeft iemand nu een CVA? En dat op basis van die pathofysiologie de behandeling, en met name de onderhoudsbehandeling, daar heel erg door verschillend kan zijn. Ik hoop u in een volgend deel nogmaals te zien. Fijne middag.